Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praten wij met Cyrano Salman. Hij is de persoon die verantwoordelijk is voor de ontwikkelingen op plantage Frederiksdorp de afgelopen jaren. Zijn organisatie is erop gericht om het gebied te ontwikkelen, toeristisch aantrekkelijk te maken, maar niet alleen maar dat, ook de mensen die er zijn te ondersteunen. Vandaar dat ze gemeend hebben om nu met een nieuw initiatief te komen, namelijk het Verhalenmuseum. Daarover praten wij vandaag met Cyrano. Hi, goeiedag Cyrano, hoe gaat het? Welkom in Q-Time. Hi Odette, hi. Leuk dat ik wat mag vertellen over het Verhalenmuseum. Ja, de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben, waren we in lockdown, in coronatijd, aan het praten over wat jullie allemaal voor leuks aan het doen waren bij Frederiksdorp, om het een beetje levend te houden. Ondertussen gaan een beetje de poorten en de deuren weer open. Is dat ook bij jullie te merken geweest? En hoe hebben jullie het gros van de coronaperiode overbrugd? Jullie zijn er nog, dus dat is goed nieuws. Wel, die coronaperiode was een hele grote uitdaging. Omdat we eigenlijk draaien op internationaal toerisme. En het lokaal toerisme is ook erbij. Maar dat is voor de omzetten is dat een heel klein deel. Dus dat is weggevallen. Dat internationaal toerisme is nog steeds weggevallen. Ik zie dat we nu op geel zitten. Dus ik hoop dat we binnenkort weer de eerste toeristen en groepen mogen ontvangen. Ja, ondertussen maar, hebben we geweldig leuke dingen gedaan. Ja, jullie hebben tijd gehad om na te denken. Dus, We hebben nagedacht, we hebben heel veel upgrades gedaan in die tussentijd. Ons spoeldek, ons zwembad, we hebben mooie paden gemaakt. We hebben een prachtig verhalenmuseum gebouwd. Dus we hebben niet stilgezeten. Gelukkig. Het Verhalenmuseum, is dat al actief of moet het nog geopend worden? Het Verhalenmuseum is al geopend, ja. Het is al actief, je krijgt rondleidingen en het is een compleet volwassen museum. Ja, oké. Okay. En waar komen de verhalen vandaan van het Verhalenmuseum? Waarom eigenlijk eerst? Laten we daarmee beginnen. Waarom heb je gemeend om deze aanpak te hanteren? Een van de dingen waar we uiteindelijk op uitgekomen zijn, is om de verhalen van de rechteroever te verzamelen en zo het gebied te vertellen, door te geven aan de rest van de wereld, maar vanuit de harten van de mensen. Niet vanuit de geschiedenisboekjes, welke plantages daar hebben gestaan en wanneer ze zijn opgehouden. We hebben mensen van de Hogeschool van Amsterdam ontmoet. En samen met de Hogeschool van Amsterdam hebben we een twinningproject aangevraagd. Omdat het maken van zo'n geheugenproject, waaronder een website, een Facebookpage, audio trails, een museum. Daar gaat heel veel kennis mee gepaard. Met de Hogeschool van Amsterdam hebben we dus die uitwisseling gedaan. Nederlandse partner die kennis aandroeg, Surinaamse partner die kennis aandroeg van de lokale situatie. En we zijn 2 jaar aan de slag gegaan om uiteindelijk dit museum op te leveren. Oké, okay. 2 jaar zijn jullie dus bezig geweest om... We zijn 2 jaar bezig geweest, want het verzamelen van verhalen is niet als het nemen van interviews. Een interview, heb je een onderwerp en je gaat... Vragen dat stellen. Onderwerp even bevragen. Ja. Bij het geheugen gaat het erom mensen in een free flow te laten vertellen. Dus het kan alle kanten opgaan. Ja. En de kunst van die opnames is om eigenlijk zo min mogelijk te sturen. Het gaat van links naar rechts, van hot naar her, vanuit fantasie tot hele emotionele weergaves van herinneringen die soms de werkelijkheid helemaal niet benaderen. Maar dat is juist de kracht van het persoonlijk verhaal. Omdat je de emotie en de beleving van de mensen van het onderwerp kreeg. We hebben toen we zijn in alle dorpen gegaan en we hebben de mensen bij elkaar geroepen en verteld dat we dat project gingen doen. En overal werd heel enthousiast gereageerd. En op een gegeven moment kwamen we dus echt met 4 man die dorpen in. En je weet, je praat over Mona, Rust en Werk, Margarita, Frederiksdorp, Marienbos, Schaapstede, Kronenburg, Allianz, Bakkie. En dat is een stretch van bijna 50 kilometer. Het ging eerst moeizaam. En er kwam daar iemand bij zitten en die kijkt hoe een ander zijn verhaal vertelt. Die raakt geïnspireerd. Die vertelt ook een verhaal. En wij kregen ook steeds meer plezier erin. Want gaandeweg de verhalen leer je een dorp van binnen kennen. En die dorpen werden veel interessanter. En zo zijn we een half jaar
constant bezig geweest, op en neer in die dorpen, slapen in die dorpen, zitten met de mensen, s'avonds hangen op de steiger of in de winkel. En de verhalen kwamen mondjesmaat binnen. En toen kwam het tweede deel, de verhalen uitschrijven. Want als je interviews neemt die zonder sturing gebeuren, gaat het over alles tegelijk. Het gaat over de jacht, maar dan gaat het over een jachtgeweer en plots gaat het over die boot die kapot was. En dat, terwijl dat verhaal helemaal dat het gedoe van een buitenbootmotor die moeilijk te repareren is daar. En uiteindelijk komt het weer bij die jacht en dan die vrouw. En dus het uit elkaar trekken van zo'n gesprek, dat leverde 3-4 verhalen op. En dat werd geknipt en geplakt in elkaar. En dan gingen wij dat uitschrijven, want je weet, deze mensen zijn geen beroepsvertellers. Ze vertellen alsof je allemaal weet hoe de situatie daar is. Ze vertellen alsof je weet hoe die swamp eruit ziet. Als die man omslaat met zijn boot in die swamp en hij laat alles weer in die boot, moet je wel, gaat ervan uit dat je weet dat die swamp maar 1 meter diep is. En niet 3 meter diep. Dus al die informatie waarvan je denkt, maar ja, als een geweer in die swamp valt, kan je toch niet op. Dus dat moet je ook een beetje aanvullen om het verhaal begrijpelijk te maken voor de lezer. Ja. Voor de onbevangen lezer. En toch zo dicht mogelijk bij het verhaal blijven. Ja. Okay. En toen we dat een beetje hadden, ruw hadden geschreven. Want kijk, wij zijn geen schrijvers. Hè? Wij zijn geen storymans, vertellers. En we zitten vol met deze verhalen. Toen zijn die naar schrijvers gegaan. En die schrijvers hebben op hun beurt weer trainingen gekregen. Hoe je geheugens uitschrijft. En uiteindelijk hebben we in december 2020 hebben we de website opgeleverd, het geheugen van Noord-Komowijnen, waarin we 54 verhalen hebben staan. Prachtige website. Ja. Prachtige verhalen. Hebben jullie ook, behalve geschreven, hebben jullie ook inderdaad gebruik gemaakt van de video's die jullie hebben opgenomen met de mensen? Dus de focus was voornamelijk op het verzamelen van verhalen. We hebben filmpjes, want we lieten altijd de film, we namen het met video op, maar die zijn niet echt goed bruikbaar. We hebben wat fotografie gedaan, daarvan hebben we wel hele mooie foto's, maar niet genoeg. Dus er komen nog vervolgprojecten waarbij we wat mensen in hun verhaal willen gaan filmen. Om daarmee die verhalen te ondersteunen. Ja, ja, oké. Okay. Goed, en het Verhalenmuseum staat dus nu op Frederiksdorp. Het Verhalenmuseum is een project van de Stichting Gedeeld Cultureel Erfgoed Suriname-Nederland. Ja. En het gaat over de verhalen van Noord-Komowijnen, dus de rechteroever. Dus het Verhalenmuseum staat op Frederiksdorp, maar het is niet van Frederiksdorp. Het is een verhalenmuseum op zich, het verhalenmuseum van Noord-Komowijnen. Frederiksdorp heeft gefaciliteerd met de directeurswoning. Okay. En nog veel meer kleine dingen, want je weet, een museum onderhouden is een grote challenge. Musea leiden allemaal een noodlijdend bestaan, zeker in Suriname. Dus het is wel goed dat er op Frederiksdorp staat, omdat Frederiksdorp kan meehelpen met onderhoud, weet je, en wat zaken. Dus dat is een added value van Frederiksdorp nu. Om te zeggen van één. Ja, het is een added value van Frederiksdorp. Zeer zeker een added value van heel Suriname. Want iedereen die er komt is totally flabbergasted onder de indruk van het Verhalenmuseum. Ja. En we merken dat, omdat de verhalen persoonlijk zijn, mensen heel lang in het museum blijven. Mm-hmm. Als ze de rondleiding hebben gekregen, dan gaan ze zelf naar het museum. Verhalen luisteren, verhalen lezen, want we hebben allemaal verschillende manieren om die verhalen mee te maken. Sommige hebben we gefilmd, die zie je op een filmscreen. Andere verhalen, die beluister je met koptelefoons. En alle verhalen, die kan je lezen op verschillende manieren. Zo is er zit je in een swampboot. We hebben de swamp nagebouwd in het museum. Je zit in een swampboot met een koptelefoon. En terwijl de projectie de swamp aan je voorbij laat vliegen, zoals je in de boot zit, luister je verhalen van de swamp met een koptelefoon. En zo hebben we allemaal verschillende manieren om de verhalen te beleven. Okay. Het is echt een belevingsmuseum. En via de website krijgen we een voorproefje daarvan? Nou, we hebben nu op de website, hebben we alleen de verhalen. En deze week gaan we dus het museum uploaden. We hebben hem net opgeleverd, het museum.
We hebben de afgelopen fotografie gedaan van het museum om het mooi en professioneel te fotograferen. En deze week gaan we dus het museum ook uploaden op de website. Okay. Very nice. Hey, Cyrano, ik heb volgens mij in het hele interview 2 vragen gesteld. Je hebt het hele verhaal zelf verteld. Good job. dat maakt mijn werk makkelijk vandaag. Mag ik je feliciteren met dit initiatief? Jou en je team van 2 jaren werk. En de hele manier waarop je het vertelt, ben ik in ieder geval al verkocht. Dus hopelijk de kijkers ook. Ik heb nog 1 toevoeging. Ja? Het project heeft bestaan dus uit een website, die is prachtig. Dat heet Het Geheugen van Komowijnen, zo heet het. Het Geheugen van Komowijnen. En dan hebben we het museum opgeleverd. En in het museum komt er een tijdlijn van de geschiedenis van de rechteroever. En in die geschiedenis kan je globaal verdelen in een paar fasen. In die tijdlijn hebben we het gedeelte van de plantages naar buiten gebracht. Dus bijvoorbeeld het ontstaan van een plantage. Hoe leg je een plantage aan in een zwam? Want de hele rechteroever was een zwam. En zo halen we dat gedeelte van het verhaal uit de tijdlijn, brengen we dus naar buiten, dat je live door de plantage loopt en dan ziet waar alles voor begint. En het tweede is natuurlijk, hoe vertel je over plantage, de slavernij? En wij hebben gekozen om de slavernij te vertellen door middel van verzet tegen de slavernij. Dus een kantelpunt, een perspectief van hier. Niet een perspectief van, we hebben plantages aangelegd om koffie en omzetten. Nee, we vertellen het vanuit de mensen die tot slaaf gemaakt waren, gevlucht zijn. En van daaruit doorlopend verzet hebben gepleegd en strijd tegen de plantages. En daar hebben we Bonnie uitgekozen. En we hebben het verhaal en alles wat er over Bonnie is gepubliceerd in het afgelopen jaar helemaal geanalyseerd. En we maken een Bonnie trail in het bos bij Vredesdorp. Er is een stuk mangrove bos. We hebben een Bonnie trail gemaakt van ongeveer 1 kilometer. En nu zijn we die trail aan het inrichten met content. Dus wij willen het perspectief gaan kantelen op verschillende manieren, vanaf plantages om ontwikkeling te brengen, maar ook vanuit het perspectief van slaven, perspectief van vrijheidsstrijders. Dus op dat boniepad krijg je de geschiedenis van de plantage vanuit verschillende perspectieven. En daarmee brengen we weer een nieuw licht werpen op dat gedeelte van de historie. Ja, dat is, dat wordt opgeleverd half april. Eind april leveren we dat op. Over een paar maanden. Dat is natuurlijk wel een beetje in het perspectief van wat er in de wereld aan het gebeuren is nu. Hè? Dat we onze kijker moeten veranderen naar onze meest recente geschiedenis met alle nasleep die we nu hebben. Cyrano, onze tijd zit erop. Maar ik very inspiring. Nogmaals gefeliciteerd. En ik denk dat de enige manier waarop we dit kunnen ondersteunen is gewoon komen naar Frederiksdorp. Dat ik denk dat dat de boodschap is. Zeker, zeker. En wat ik merk, je bent in ieder geval verkocht. Dat is gelukt. Mooi maar, mooi. Ja, okay. Ik zou zeggen heel erg veel succes met het werk dat nog voor jullie ligt. En ik weet zeker dat er voldaan teruggekeken zal worden en het binnenkort weer gaat kriebelen om een vervolgproject of een aanvullend traject hieraan toe te voegen. Ja, zeker. Oké. Want je weet, we zijn kunstenaars. Ja, inderdaad. Kunstenaars, ja, inderdaad. Maar we gaan komen kijken. Ik denk dat dat het beste is, hè? Het beleven en kijken en het meemaken. Yes, we wachten op jullie. Oké, is goed. Thank you. Groetjes aan de rest van het team. Dankjewel. Is goed. Bye-bye. Bye-bye. What we need is a little cute time. Zoveel informatie over wat er allemaal aan het gebeuren is met het Verhalenmuseum te Frederiksdorp. Het heeft bijna 2 keer onze tijd van Q-Time in beslag genomen, maar het verhaal is ontzettend interessant. Hopelijk hebben wij u ook geïnspireerd om een bezoekje te brengen aan Frederiksdorp binnenkort. Maar, zoals Cyrano het zelf al zei, misschien na april beter, omdat u dan ook het Bonniepad kan meenemen in de beleving. Anyway, we hopen dat we hiermee ook hebben bijgedragen aan een beetje meer kennis over Suriname. Of in ieder geval u laten weten waar u het kunt vinden. Dus ik zou zeggen, plan in 2022 wel een trip naar Frederiksdorp, want het zal zeker de moeite waard zijn. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende Q-Time. Q-Time. What made is a little Q-Time.
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.